Terra Bounty posten. Oh ja, dat is een vaat ding. Oh, jukebox fragments! Oh, ik loop hier al volledig langs, man. Ja, er ligt gewoon een jukebox hier. Hallo, hallo! Hier is Kingo, terug bij Subnautica. We zijn weer terug, jongens. Below Zero. En het is tijd voor een gloednieuwe update. We zijn aangekomen in Early Access 5. En oh boy, ik weet niet waarom. Maar op een of andere reden ben ik voor deze update veel meer hype dan voor de andere updates. En dat heeft met name te maken door één persoon. En dat is Sven. Dankjewel Sven. Want Sven die zit heel de tijd te zeggen van... Oh, ik, zeg maar, Sven die houdt zich veel meer bezig met de in-depth dingen van Subnautica en dit spel. En wat er allemaal achter de schermen plaatsvindt. Ik ook een beetje, maar hij veel meer. En hij zit echt te zeggen van, oh, ik weet al maanden, weet ik iets. En dat is in deze update eigenlijk toegevoegd. En, oh, je moet dit doen en oh, dit en alles. En ik heb de trailer gezien. En van die trailer zag ik ook al van alles waar ik dacht van, wat is dit, wat is dat, holy shit. Ja, dus we gaan wat leuke dingen doen vandaag. Dus wat is deze update? Deze update is, ik ben even de specifieke naam vergeten van deze update. Maar het komt erop neer dat er 3 nieuwe dingen zijn toegevoegd. Voor wat ik weet, misschien nog meer dingen. Het eerste is een enorme upgrade aan base building. En daar ben ik zo blij mee. Zeg maar, de large rooms zijn eigenlijk toegevoegd. Je hebt nu domes, waardoor je naar boven kan kijken. Je hebt een control room, een jukebox-achtig iets. Dat is ook iets super sicks. Je kan echt super veel sicke dingen doen met een base. Dus dat gaan we sowieso doen. Ik weet niet of we deze episode al gaan doen. Want deze episode wil ik eerst wat anders gaan doen. Waar ik zo op terugkom. Maar dat is dus wat dus helemaal nieuw is. Dus we kunnen eindelijk een keer een fatsoenlijke base upgrade doen. Een hele sicke base doen. Misschien op een andere plek. Misschien hier. I don't know. Dat moet ik nog allemaal zien. Maar we gaan dus een flinke nieuwe base maken in ieder geval. In deze update. En dan het tweede wat er nieuw is. Is de mines. Als jullie nog weten. Vlakbij voor mij was het de spires. De thermal spires. Daar zat ergens een gat met een mining area. En dat was nog gesloten. Nou, dat is als goed is nu open. Dat is als goed is nu afgemaakt. Dus we kunnen nu de hele mines verkennen en daarvan alles uithalen. Dus dat is super exciting. En dan het laatste is dus... het enige wat ik weet is dat er op het einde van de trailer... gebeurde er iets op het Rocket Island. Wat ik denk, waarvan ik dacht van... What the hell is dit? Ik weet helemaal niet wat het was. Dus ik heb ook... Verder weet ik er niks van. Maar dat is het eerste wat ik wil doen. Want daar was ik wel het meest impressed door. Dus er is iets op het Rocket Island. Dus iets nieuws. Waar ik dus graag wil... Welkom aboard, Captain. Ik ga hier net weg. Oké, rustig. Hey, doe eens niet. Ja, ik hoef niet dood, hoor. Wat ik wel even wil doen is drinken halen. En daarom wou ik even naar buiten. Heb ik nog drinken mee? Oh, ik heb nog 1 fles. Oké. En eten. Moet ik even kijken of ik ergens vissen naar kan halen. Vast wel uit mijn dingen. Oh, wacht, waar heb ik dat gezet? Waar heb ik mijn hele C-truck gezet? Met al die components, want daar zit nog genoeg vis. En daar kan ik genoeg drinken en eten halen en zo. Dus ja, laten we dan gewoon meteen naartoe gaan. Wacht, heb ik een heal pack mee? Ja, ik heb een heal pack. Oké, neem ik ook meteen in. Want je weet maar nooit wat we allemaal gaan meemaken zo. Dus gaan we nu eerst naar boven. Dan ga ik eerst, laten we kijken. Waypoints. Oh ja, laten we eens kijken naar blueprints. Hebben we nieuwe blueprints van de building stuff? Let's see. Oh, we hebben de tether tool. Oh, die staat nu hierin. Laser cutter, ja. Pransuits, die moeten we ook nog unlocken verder. Dan nog meer. Ultra high capacity tank. Ultra high. Dat is een nieuwe. Oh ja, er zijn daar ook wat nieuwe dingen van. Van wat ik had gezien in de dingen. We hebben nu signs. Ja. Oh, ik zie geen building component nieuwe dingen nog. Dus we moeten waarschijnlijk gaan zoeken dan. Maar ook zoeken eens beacon. En dan. Ja, hier zo. Ik heb het wel aanstaan. Oké, doe maar. Dus we kunnen naar boven. We kunnen gaan kijken waar ik dus de spullen heb staan. En dan ga ik even zorgen dat ik groene weten heb. En dan gaan we naar Rocket Island en gaan we kijken wat daar nou zit dan. Want nu ben ik enorm benieuwd en hyped. Oké, hier hebben we onze hele dingen. Ik denk niet dat ik met alles erheen wil gaan. Ik wil gewoon niet even induiken voor hoe heet het, het eten. Dus kan ik vieren? Nope. Oh wacht, dat moet per se hier doen met waar de brandstuk moet komen, toch? Dat is, ja, dit is nu de ingang. Oké, nice. Nou, dan gaan we maar helemaal doorlopen. Dan gaat dit gebeuren. En dan hier zo, open storage. Oh wacht, ik moet wel connecten, hè? Yeah, ik moet wel connecten. Oké, dan gaan we dat zo even doen. Nou, ik haal er gewoon van alles uit, want ik weet toch dat er middag genoeg terugkomt. Dus. Zo, laat de rest maar even doen. Dan ga ik even connecten. Oké. Oh, een beetje damage in de module, zag ik. Maar oké, nu hebben we in ieder geval dit.
Ja, hier zo de truck dingen. Oh ja, er is ook iets nieuws aan de truck. En dan ga ik zo ook eventjes over. Propulsion Cannon, ja, eten. There we go. Man, als het een beetje lijkt alsof ik iets wat meer hyper ben dan normaal, dat kan kloppen, want ik zit gewoon midden in de hype. Ik heb letterlijk net de trailer gezien, het was net avondeten geweest, dus ik denk van, oké, updaten en go, let's go. Want ik heb ook net volgens mij voor mij 1 dag geleden, 2 dagen geleden, de laatste episode geüpload dat ik nog had liggen van Subnautica. Dus dit is perfecte timing, dat is gewoon, op een van de redenen doe ik dat constant, van de laatste episode die ik heb, dan komt er een update uit met nieuwe dingen. Oké, dit wou ik even overgaan. We hebben hier dus een jukebox. En dit ding werkt nu. Dit ding hebben ze nu fatsoenlijk toegevoegd. En je hebt het ook een andere versie van. Maar we hebben dus nu een jukebox. Dus als ik nu aanzet. There we go. Dus we hebben nu muziek. Je kan het volume kan je doen. Je kan skippen. Volgens mij zijn er meerdere songs, toch? Nee? Nee, er is maar één song, denk ik. Dan, voor nu. Je kan auto loop aanzetten, shuffle. Ah. Nou, in ieder geval, zoals je nu hoort, we hebben dus nu muziek. Hell yeah. Oh, dat is sick. We hebben gewoon muziek die we gewoon kunnen aanzetten wanneer we willen. Ik weet niet hoe luid het is. Dit is volgens mij vrij luid. Dus daar moet ik nog een beetje mee spelen dan. Maar dit is gewoon sick. Dat we gewoon muziek kunnen hebben in onze... in onze C-truck die we zelf kunnen, kunnen instellen. En volgens mij kan je, ja, je kan zelf kan je songs uploaden. Je eigen songs kun je uploaden. Dus dat lijkt me geweldig om mee te experimenteren straks. Wat ga ik nou doen hier? Oh ja, hier zo. Ja hoor. Oké. Daar is het. Oké, weet je wat? We gaan eerst even het geluid een beetje aanpassen. Dus, het is tot nu op 35%, laten we het eventjes op 30 zetten voor nu. Is 30 voldoende? Misschien nog vrij luid, hè? 25. 25%, dan kan ik ondertussen even lekker mijn eten opeten, die ik mee heb. There we go, health een beetje naar beneden, omdat ik net iets te lang heb gewacht. Whatever. Oh, die heb ik. Kan ik die niet koeken? Oh, oké. Ik heb er blijkbaar iets bij waar ik die kan koeken. Oh ja, hier zitten allemaal spullen, dat is ook waar. Heb ik nog ergens ruimte? Ja, hier zo. Oké. Ja, we zullen waarschijnlijk genoeg titanium zo nodig gaan hebben straks. Oké. Nou, dan gaan we verder. Let's go. Ja, dit voegt me zoveel toe. Aan de feeling om lekker in je seat rond te varen. En we gaan niet snel, I know, maar... Dit vind ik dan wel jammer als je naar dit toe. Wacht, dat wil ik wel even weten. Oké, we zijn nu losgekoppeld. Dus nu is het uit. En wat nu als ik... Ah, ik hoopte het zeg maar te horen ofzo. Dat je door het water het hoort dreunen ofzo. Als ik hier naar binnen ga, verwacht ik ook dat het uitstaat vanwege geen stroom. Right, yeah. Het is altijd helemaal donker hier. Ja, ik kan nu niks doen. Oké, nou. In ieder geval super vet. Dus dat is al een sneak peek van de jukebox. En daar gaan we straks veel meer mee doen in onze base. Want in de base kan je dat ding dus ook neerzetten. Maar eerst naar daar. Nu hebben we even genoeg gekloot. We gaan erheen. Oké. Nou. Dus let's see. Wat hebben we nu bij het Cargo Rocket Island? Wat gebeurt er als ik eruit kom? Zie ik dan al iets? Nope, ik zie geen zak. Want zoals altijd is het weer super mistig. Dat is geweldig. Oh ja, waar zat die mine eigenlijk? Had ik daar een waypoint bij? Volgens mij niet. Oké, there you go. Hier moeten we erop. Oké, en laten we dan maar gewoon naar boven lopen, explore, kijken of we ergens iets kunnen vinden. Iets nieuws. Because I don't know. Oké, ja. Kom op. Kom op. Hoe moet ik nou weer? Ja, yeah. There you go. We zijn er. Oké, daar hebben we volgens mij nog steeds... Is dat de rocket launch place? Oké, I don't know. Ik heb letterlijk geen idee. Ah, laten we maar gaan dan. En dan zien we wel, als ik iets nieuws zie, dan weten we het hopelijk gauw genoeg. We hebben deze nog, dit is niks nieuws. Oh, heb ik jullie nog geschat? De Thermalilies? Blijkbaar niet. There you go. Oké, daar is de base. Daar is nieuws. Nope. Oké, we hebben hier pingwings. Ik weet niet wat dat nieuw is. Volgens mij niet.
Damn it, dude. Ik zoek gewoon het kleinste nieuwe dingetje, zoek ik gewoon nu op. Als ik het kleinste dingetje vind wat nieuw is, dan denk ik echt van, Kimmy, I need it. Pomp het in mijn life, jongen. Zo dus was dit het pad naar de dingen toe. De facility. We moeten nu hierdoor, of was het nog verder? Voor mij was het nog hoger, right? Ja, ik denk het wel. Zilver. Zal ik zilver meenemen? Stag je leren, stag. Jeez, dat bak sound effect ook. Snel door. Wait, is dit nieuw? Oh, dit is... Ja, dit is nieuw. Crystalline silver. Mineral detector. Dat is een nieuwe tool. Mineral detector. Wow. Wat hebben we nu? Mineral detector. There we go. Proximity detector used to locate raw materials. Oh damn, een batterij en titanium. Dat is bijna niks. Okay, we hebben hier een Altera PDA. Geological Log 3. We hebben sulfur. We hebben een lekkere hittebron hier, dat is ook fijn. Is dit iets? Nee. Ja, ik vind ook dit hier. Zeg maar, we hebben hier een ravijn naar beneden. Met... En voor mij is er een generator daar of zo, met die kabel, zodat dit aanstaat. De hel is dit? Nou, anyway, laten we even lezen wat we nog binnen hebben gekregen. Even kijken, data downloads. Altera. Geological log 3. Finding adequate geological samples has been exceptionally easy with this new modified scanner tool. With this new research base, finding the origins of this island's formation should take no time. Oké. Sure. Dus dit is iemand van ons dan. Is dit dan... hoe heet die? Jeffrey? Jeffries was dat? Die hier weg was geraakt. Oh ja, dat... Oké, ik weet niet of dat eerder ook al was. Dat heet gewoon breken en dat gewoon op de grond tief. Oh, dat is gewoon zilver. Oké, whatever. Oké. Is hier meer? I don't know. Maar verder, we hebben in ieder geval iets nieuws al. Dus dat is nice. Alright. Dus hier zit de base. We moeten trouwens ook kijken of we nieuwe build component dingetjes, scannables, zien te vinden. Om die dan, te scannen in ieder geval. Dat we het kunnen gebruiken in onze base. En ik wil echt van alles doen. Zoveel mogelijk wil ik gaan scannen. Dus, dat klinkt meteen wel lekker. Oké, tafel, dingen had... Wacht, die had ik nog niet. Allemaal hij stoelen. Oké. Chair, tafel ik wel al. Water. Oh, dit is nieuw. Kan ik nu de koffie pakken? Want ik weet dat eerst nog niks was. Nee, voor mij is het nog steeds niet goed, hè. Altera Bounty Poster. Oh ja, dat is een vaat ding. Oh, jukebox fragments. Oh, ik loop hier al volledig langs, man. Ja, er ligt gewoon een jukebox hier. Jesus Christ. Locker. Climb. The observatory. Oké. Wacht, is die antenne nieuw, by the way? Oké. Nee, niks hier. Had ik trouwens genoeg? Oh, de modification station. Yes, we lokken echt alle goede dingen nu. Planters empty. Jukebox disc. Survive. We hebben een nieuwe disc. Oh, moet je dat zo doen? Oh, je moet gewoon discs vinden waar dan muziek op staat. Is dat een ding? Kijk, dit ding doen. Heb ik het alles? Heb ik het allemaal? Dat? Dit? Heb ik jou? I don't know. Ik hoop dat ik alles heb. Oké, okay, fabricator. Kan ik wel gebruiken hier? Mineral detector, nee. Oké. Op naar de raket dan, I guess. Dit is nu wel een raket. Misschien een andere recipe of zo. I don't know, is dat? Nee, dat is niks nieuws. Oké. Heel paranoia. Rocket niet repair. Oh, is weer gereset dat we nu weer moeten repareren.
Kunnen we dan nog iets doen hier? Heb ik de lamp? Ja. I have no idea. Nou, hier ben ik net ook geweest. Oké, dan zie ik hier nog even niks. Misschien dat we terug verder naar beneden moeten ofzo. Want in die cave zat iets. Dat is wel belangrijk. Dus ik denk dat ik misschien terug naar die cave moet. Misschien dat we daar een andere kant op kunnen. Dat we gewoon verder in die caves moeten duiken. Dat is mijn idee. Kijk, ik weet dus dan niet of al die caves, zeg maar, nu zijn vernieuwd. Zeg maar dat het allemaal nieuw stuff is, of dat het allemaal oud stuff is. Ik heb echt geen idee. Ik hoor wel een mysterieuze sound nu altijd, waar ik niet zo blij mee ben. We gaan gewoon compleet eiland af, I guess. I don't know. Ja, dan ben ik weer terug hier, dus... Ik weet niet of hier nog iets zit. Misschien dat het... Ja... wat? Wow. Hallo? The hell was dat? Die lightning. And just like that, it's gone. Ja, nou, er zijn dus een paar dingen. Van, er hoort... Het enige van wat ik weet is dat er ergens op dit eiland hoort er iets te triggeren. Een of andere event. En ik weet nu niet of ik dat nu al kan doen. Of dat ik, omdat ik zeg maar een hele oude versie is deze wereld, dat het er nu niet in zit. Ik heb geen idee. Er is misschien iets. I don't know. Maar dat laten we dan nog even voor gezien, denk ik dan. Want ja, ik kan nog één ronde doen, maar voor mij heb ik echt alles gehad. I don't know. Ik probeer nog iets en anders dan is het echt gewoon klaar. En dan zoek ik het misschien op van hoe ik het kan triggeren zonder mezelf te spoilen. Maar we zien wel. Het kan zijn dat we nog heel veel andere dingen voor moeten doen. Dus dit is nog jong. Dus we kunnen nog zat andere dingen doen waarschijnlijk. Dus ja. Nee, ik denk dat ik... Ik denk dat ik voor nu terug ga. En dan kijken we hier nog wel een keer later. Of iets kunnen vinden, triggeren. Misschien op het einde van de sessie dat ik nog één keer hier langs kom. Kijken of er dan iets is veranderd of zo. Oh, oké. Okay. Nope. Oh, er ligt hier gewoon een PDA. Oh, wacht. Was dat misschien de trigger? Dat ik die PDA hier moest pakken. Die kwam volledig aan. Ai. Ik zie mezelf gewoon echt ook gewoon PDA's vergeten. Lifeforms, nee. Jukebox hebben we... Ik heb best niks nieuws. Wat was die PDA hier dan? Oké, fine. Ik ga nog één keer terug dan, omdat ik nu die PDA heb. Fuck sake. Nope, ik heb echt niks gevonden. Dus voor nu geef ik het even op, jongens. Dus ik weet niet wat aan de hand is. Of we nog iets anders moeten doen. Misschien moeten we eerst naar die mine gaan ofzo, omdat het nu opnieuw is toegevoegd. Anyway. Dan is nu de vraag, wat is dus nu het volgende wat we gaan doen? Dus we kunnen verschillende dingen doen. We kunnen gewoon op zoek gaan naar bases. Want volgens mij moeten we bepaalde dingen scannen van bases. Om bepaalde dingen te doen. Oh ja, volgens mij was dit ook geüpdate, right? Ja, je ziet nu dat lava daar beneden zitten. Ik weet niet of dat iets is. Als ik daar... weet je wat, dan gaan we hem even niet mee klooien. Ik wil naar de Lilypad Bug. Daar wil ik naartoe gaan. Want ik weet niet zeker of die is geüpdate. Er was ook iets van wat ik had gelezen dat er in deze update dat er kans was op... ik weet niet wat dat daar was in de verte. Dat er kans was dat hier ergens in de Lilypad Biome dus nu een ding is geüpdate. Dat de Lilypad Biome nu klaar is ofzo. I don't know. Dus laten we maar even kijken of we iets kunnen vinden dan. Ik weet alleen maar waar zat nou precies die biome. Waar zat de Lilypad Biome? Het was daar, is it right? Volgens mij zat die daar. Dus laat ik daar even kijken of we daar die base kunnen vinden. Want ik weet dat er een base zat. En dan kunnen we met die base kijken of ik daar nu nieuwe scannables heb. Dat is in ieder geval mijn idee op het moment. Kijken of we daar nieuwe base components kunnen vinden. Oké, dat paarse is tegenwoordig het ding van... Je bent in de Lilypads, right? Tenminste, of je bent in de buurt van de Lilypads. Denk het. Ik verander tegenwoordig zo vaak dat ik geen idee meer heb. Oh nee, dit is de tree spike. Wacht, waar was de Lilypads dan? Wat was dan daar? Nu ben ik confused. Maar we kunnen ook hier kijken. Ik bedoel, dit is ook een nieuwe biome waar ik nog niks heb gevonden. Dus maybe zit hier een nieuwe base? I don't know. Oh, was het hier?
Voor mij was het hierop, hè? Op deze enorme rots. Zullen we kijken of daar iets nieuws zit? Ja, want hier zit het. Oké. Ik weet nog steeds niet of deze nu af is of niet. Ik denk het eigenlijk nog niet dan. Dus ik weet niet hoe het met die roots zit. Wacht. Dit is. Oh! Dat is nieuw. Heel dit gebied is dus nieuw. Of zo. Deze base is compleet nieuw. En ik zie daar een dome. En ik zie een large room volgens mij. Of is dat een moonpool? Vaak, voor mij is dat een moonpool. We hebben een nieuwe base gevonden. Hell yes. En dit is een van de nieuwe domes die ze hebben toegevoegd dus nu. En ik denk dat ik die kan scannen. Ik zie er ook van alles in liggen daar binnen. Oh boy. Nou. Uitstappen. Laten we kijken hier. Als allereerste. Je hebt de multipurpose room glass dome. Oh fuck yes. Dus we hebben dat ding. Ik weet niet of ik daar nog verder kan. Wat is dit? Filtration machine fragment. Yes, yes, yes. Die heb ik 100% nodig. Yes. Oké, dat betekent dat we gewoon oneindig water gaan hebben. Kan ik naar binnen? Oké, daar we go. Dan hebben we nog meer. Een vending machine. Want hè, waarom zou ik zonder een. Hoe zou ik zonder een vending machine kunnen? Niets, dat is dat antwoord. De desk is niet nieuw, is niet nieuw. Deze dingen. Ah, die zijn er nog niet. Oké, we hebben nu dus dit ding gelokt. Ik hoop dat dat al werkt. We gaan verder. Kom jij de. Een trashcan? Sure. Ik bedoel, altijd handig om te hebben. Een basic double bed. Dus jij hebt heel veel verschillende interior dingetjes die ik allemaal dus wil scannen. Allemaal net. Oh, wat is dit? De picture frame. Ah, de goede oude picture frame. Dat weet ik nog wel van de originele Subnautica. Die hebben we. Maar je kan er daar ook uit. Ik kan dit openen. Veel te exploren hier. Ja, dus is de moonpool. Is hier iets boeiends in te vinden verder? Nope. Oh, wacht. Oh, deze deur is compleet nieuw. De bulkhead. Nice. En dit is de scanner room ofzo, toch? Die heb ik dan denk ik al. Oké, nou eventjes erin. There you go. Dan heb ik voor mij alles? Oh, we kunnen nog naar boven. Wacht, ik zag ergens. Oh nee, dat leek. Ik dacht dat daar een PA lag ofzo. Maar nee, het is gewoon licht. Oké, nevermind dan. Ah, wacht, wat is. Oh, dat is van de scanner room ook nog steeds ding. Ja. Niks nieuws daar, kan ik niet eens opkomen. Ja, ik denk dat dit het dan wel is. Want we hier kunnen scannen. We hebben in ieder geval een leuk nieuw ding. En het beste daarvan is. De dome hebben we nu. Hell yeah. En dan? Dat is dan hier. Kijk, ik wil wel even verder kijken of ik hier nog verder kan en alles. Maar eerst, dome. Hoeveel kost dat ding om te maken? Dus we hebben nu wat nieuwe dingen. Dus let's see. We hebben. Oeh, de thermoblade hebben we net gelokt. Oké. We hebben de observatory en we hebben de multipurpose room. We hebben enameled glass nodig. En enameled glass is gewoon lithium, van wat ik weet, toch? Lading lithium. Filtration system, yes. En dingen. Dus voor degenen die niet weten, wat is de filtration machine? Turn seawater into water and salt. Dus dan krijg ik salt, whatever. Maar dan krijg ik dus water. Dus dan hoef ik nooit meer op zoek te gaan naar van die. Hoe heet die dingetjes nou? Dan hoef ik nooit meer op zoek te gaan naar bladderfishes. Dus dat is gewoon zo goed. Echt heel fijn. Nou, hier kunnen we eruit. We konden ook nog dieper ergens, hè? Ik heb 80% stroom, dus we kunnen gewoon nog dieper. Oké, laten we dan maar dieper gaan daar. Kijken of we iets aantreffen. Oké, want volgens mij is dit wel het gebied waar we al eerder zijn geweest. Of niet? What the fuck? Ik zie daar een rare bodemtexture. Oh ja, dit is zeker nieuw. Ik dacht, dit zijn die mushrooms, maar nope, dit zijn compleet nieuwe dingen. Oké. Okay. Wat is dit? De F is dit? Wat zijn jullie? Wat is. Oh my god. Hallo? Er zit niks in, alsjeblieft. Zag niet dat er iets in zit in die dingen. Ja, we hebben wat nieuws gevonden, boys. God damn. Dit zijn nieuwe. Oh, er komt ook iets uit. Komt er hitte uit? Is dat heat? Pardon. Zijn er nutritional dingen?
Waarom zie ik daar iets... Oké, ik zie daar een soort van spiderweb hangen. Of een root of iets. Dat is een root gewoon, denk ik. Ja, oké. Trok al iets van spiderwebbing of zo. Van, nee, dank je. Maar dit zijn coole dingen. Het zijn een soort van enorme planten die uit de grond boren. Die dus een of andere nutrition uitkotst. Oh. En dit zijn nog steeds van die dingen, toch? Van die, ja, wat heet dat nou? Van de Deep Lily Resources. Ja, Lilypad Resources. Oké, dus dit is wel die cave met de mushrooms in. Maar ze hebben de mushrooms weggehaald en nu zitten daar deze dingen in. Dus dit is work in progress. Het is geüpdate. Maar volgens mij is het nog steeds bezig en is het nog steeds... Oh, jezus, is nog steeds niet af. Maar holy fuck, deze dingen zijn een stuk sicker. Oké, ja, we gaan niet weg. We komen hier later terug. Super sick om dit te zien. Weer een nieuwe update erbij. Awesome. Maar nu heb ik nog niets. Wacht, nee, ik denk dan... Is die base, die ik normaal altijd hierboven zag zitten, is die nu naar beneden gezet? En is dat de base waar we net bij zaten? Dat zou best wel eens kunnen. Dat de base die daarin zit, dat de base die normaal daarop stond. Of er is een tweede base. I don't know. Wat is dit? Wat is dit? Hallo? Sunken lily pads. Wow. Lily pads die naar de bodem zijn gezonken. Die zijn kapot zijn gemaakt. En die gezonken zijn, gecrashed zijn. Wow. Shit. Is dit dan een nieuw ding? Nieuw stuff? Wat is dat? Oh, glow wheel. Oké. Ik kan nog wel verder zoeken hier, I guess. Een beetje hier omheen, rond deze crashed... crashed lilypads. Om te zien of ik iets kan vinden. Oh, hier hebben we trouwens iets. Dus dit is niet hetgeen waar ik net vandaan kom, right? Dit is een ander ding. Ja, 100%. 99%. Ga in ieder geval hier naar boven en kijken of dan hier iets nieuws is nu of het wel hetzelfde is. Nee, dit is waar ik net over vandaan kom. Yeah. Ik zal even voor de zekerheid even naar binnen gluren. Dat is dezelfde base, is dezelfde base. Oké, okay, ja. Dus hier was ik net al. En toen keek ik daar naar beneden en ging daarheen, maar ik wil nu nog die kant op. Maar dit is gewoon een zwevend stuk. Klein stuk maar. Dit is geen heel eiland wat erachter zit, dit is gewoon een zwevend stuk steen. Klein stukje maar. Ja, dat is niks bijzonders. Ik denk eigenlijk dat dit het is en dat ze het gewoon hebben aangepast. Ja, denk ik wel. En dat ook een deel ervan was ofzo? Oh. Man, echt vet gedaan. Maar ja, ik denk wat ik dan nu ga doen is... ik ga terug richting mijn base. En dan ga ik op zoek naar die... hoe heet het? Die mine. Weet je nog de mine? De ondergrondse mine in de terminal dingen. Daar ga ik nu nog op zoek. Daar wil ik dan nu nog heen. En ik denk dat we dan exploration wel even genoeg hebben gedaan. En wat ik dan ga doen is... hoe heet het? Als ik de hele mines heb gedaan, dan wil ik bij mijn plan nog één keer terug gaan naar het eiland. Om te kijken of er dan misschien iets veranderd is ofzo. Dat er dan in één keer iets triggert. En ik zal af en toe ook nog wel eens via de grond gaan. Voor het geval dat ik iets nieuws vind hier. Zoals meer crash lilypads. Oh. Oh, dit is nieuw. Right? Deze hele crash zone. Ziet er zeker nieuw uit. Oké. We gaan even slim aanpakken. Licht. Oké, dus we hebben een lading licht hier. En we hebben een CMP die aan het protect is. Want ik weet dat dit voor mij ook de area is van de... Chalicerate. Oh, we hebben een PDA. Altera PDA download. Alpha Base Control Room test. Oké, cut open to access. Ah, we hebben de cutters nodig vanaf nu. Oh boy. Ik zag hier nog een kist. Supply crates, take item, nope. Don't you dare. Okay, ik weet niet wat erin zat, maar ik heb het gepakt. Oké, hier zit iets. Wat was dat? De control room. Oh, dat is dit. Battery. Oké, scan room van C-Truck. Sure. Ik bedoel, hè, nooit genoeg titanium. Vooral niet voor wat we nu gaan doen. Water, yep. Er ligt wat van dat spul. Oh, C-Truck Fabricator module.
Jeez, ik wou zeggen, ik hou het daar even lekker veilig. Nope. Zit ook een. De aquarium module. Oh, hier liggen gewoon module fragments. Die ik niet echt lekker kan meenemen meer. Oké. Dope. We hebben dus nu de control room. Het enige wat we nu nog missen voor de base building is de large room. En de large room. Hoe heet het? De large room en de large room dome. Dat zijn de twee dingen die ik nog moet vinden ergens. En die wil ik sowieso doen voordat ik aan mijn base ga beginnen. Maar als ik niet weet waar zo'n base zit, dan. Ja, dan wordt het waarschijnlijk. Oh, wacht. Nee, de base op het eiland, dat had dat niet. Hè? Ja, het originele base. Maar die is bedekt nu. Met aardbeving en alles. Dus daar kan ik nu niet meer heen en om. Oké, even kijken. Hebben we daar de dingen? Eiland, ja, oké. Ik wil even snel speak hier. Want ik heb dus nu. De jukebox en de jukebox speaker heb ik ook meteen gelokt. De modification system hebben we nu. We hebben picture frames, trash can, vending machine. De control room. Dit is nice. Dus we hebben een scan room en een control room. Dus dat is apart dingen. Control room, a control room. Oké, thanks. Dit wil ik graag hebben. Paranzuur wil ik graag hebben. De laser cutter hebben we dus blijkbaar nodig vanaf nu. And that's it. Hoe maak je ook een enamel glass? Oh, met lood en een diamond. Oh, dus loads en diamonds, dat is wat we moeten gaan verzamelen. Oh man, ik hoop. Oh wacht. Kan je lood vinden? Oh, ik hoop echt dat je lood kan vinden in die mine. Dat zou super sick zijn. Oké, ik denk dat ik wel even naar mijn base ga. Even een pitstop maak. Allemaal spullen dump. Zodat ik met een lege inventory aankom bij die mine. En mocht ik daar dan allemaal resources vinden, kan ik hem meteen meenemen. Dus ja, even een snelle pitstop. En dan ben ik kijken waar die mine komt.